30 producerie boeren uit Marowijne zijn in aanmerking gekomen van landbouwmachines van het Suriname Agricultural Market Access Project SAMAP. De overhandiging van de machines vond afgelopen zaterdag plaats in de recreatiezaal van Moengo in het district Marowijne. Pralat Soudin haalde aan dat produceren steeds meer gewild is in de wereld vanwege de vele voordelen. Dit product wordt volgens hem niet alleen gebruikt als voeding, maar ook als medicijn. De overheid ziet ook de potentie van dit product. In dat kader maakt zij zich sterk om de produceren te ondersteunen. Hij vindt dat Suriname met dit product ook kan inspelen op het wereldtekort aan voedsel. Wil je bij iemand ding per hergrondtap? Heer Grondtapu, abi yang van Oudu. Yang ekor schaars. FAO die verklaring dat no 800 miljoen libisuma tapa Grondtapu. Ei ab angri. Abon tekort na voedsel. En dis nou okasi pe umus kong in. Hebi fasi. Voor produceren aan voedsel en sering in de man, omdat no een prijs de vaarlijk boom. Het project van de overhandiging van landbouwmachines aan deze boeren is een initiatief geweest van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij. Ondersteund door de Voedsel- en Landbouworganisatie FAO en het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport. Cyrano Assoiti, onderdirecteur van het directoraat Agrarische Ontwikkeling Binnenland, zegt dat dit project moet bijdragen aan productieverhoging van de boeren en ook de verdiencapaciteit van de boeren moet vergroten. Want als je landbouw is, dan is het een libi fien. Dan is het niet zo van de libi fien, dus een zeven kan libi fien. En die hoeven de desanjatide, dat je bibi taki, wo gro. We grow in the apodo farmer. We grow in the landbouwer in Isa, and we want to hear the economy for Sanan. Assoiti riep de boeren op om de landbouwmachines goed te gebruiken. Hij is ervan overtuigd dat in de komende periode meer agrarische ontwikkeling verwacht kan worden in het binnenland.